Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het is op veel plaatsen bewolkt in Nederland. In de westelijke helft en ook in de provincie Flevoland en een deel van Overijssel komt af en toe de zon tevoorschijn. Maar op andere plaatsen, met name in het zuiden van het land, daar valt af en toe een enkele bui. Vanavond en vannacht dan zijn er een aantal opklaringen. Die ziet u wel klaar liggen boven de Noordzee. Maar voor morgen is het toch al uh, vaak bewolkt, en met zo nu en dan af en toe een keer wat zon. De meeste zon verwacht ik morgen trouwens in het noordwesten van het land. Woensdag dan krijgen we te maken met regen en zullen we de hele dag de zon niet zien. Als ik eventjes kijk naar de modelverwachting dan is te zien dat het toch wel flink buien is door lage drukgebieden boven de oceaan. Een hoge drukgebied boven Zuid-Europa zorgt ervoor dat wij in een zuidwestelijke stroming zitten en er dus eigenlijk zachte lucht wordt aangevoerd. De komende dagen zullen er dus vaak buien of regengebieden passeren... Maar daarbij liggen de temperaturen over het algemeen toch wel rond de 10 graden in de middag. Morgen is dan een vrij droge dag, maar dan ook de meest lage temperaturen met een graad of 7. Maar de temperatuur gaat woensdag alweer flink omhoog nadat een warmtefront is gepasseerd. Vanavond zijn er een aantal opklaringen. In het binnenland valt er nog een enkele bui. De wind neemt iets in kracht af, is noordwest, bovenland zwak, windkracht 2 en naar zee matig, windkracht 4. Boven de wadden soms nog eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht dus nog steeds wolkenvelden en opklaringen. Aan zee misschien een enkele bui. En minimaal zo tussen 2 en 5 graden. De laagste waarde in het noordoosten van het land. Met misschien in een langdurige opklaring wat vorst aan de grond. Morgen is dan een overwegend droge dag. De kans op een bui is in het binnenland het grootst. Dus het oost- en zuidoosten. Met name in de kustprovincie schijnt toch wel eventjes de zon. En van noordoost naar zuid wordt het zo'n 5 tot 9 graden. Door de zachtste lucht dus onder de bewolking. De Noordwestenwind maakt het vroeger gevoel wel een stukje frisser en die is dan nou matig van kracht Aan zee soms eventjes vrij krachtig. De komende dagen nog altijd wisselvallig. Woensdag met name in de ochtend is dus een flink regengebied dat van west naar oost over het land trekt. In de loop van de middag wordt het dan weliswaar weer droog met in het westen van het land zo af en toe wat zon. De temperatuur wel zacht met 9 tot lokaal 12 graden. Mocht de zon nog wat langer schijnen in de middag dan wordt het 13 graden ook nog wel gehaald in het zuidwesten. Ook donderdag en vrijdag nog eens altijd die buien. Wel zeer zacht met temperaturen boven de 10 graden. De wind die blijft in de westhoek zitten en is veelal matig van kracht. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl